Maar het is wel apart natuurlijk, als ik een vraag stel aan de minister, dat ik ga achter. Ik ga heel even pen en papier pakken. Ik wil graag even uw naam en nummer. Mevrouw Schippers, 2 op de 5 huishoudens kunnen niks meer betalen. Wordt het niet eens tijd dat de zorgverzekering wordt aangepakt? Als we kijken naar de winsten die ze maken. Nou, als je kijkt naar de zorgverzekeringspremie voor mensen met een laag inkomen, dan zie je dat ze minder betalen dan 10 jaar geleden als je de zorgtoeslag erbij rekent. Maar er komen ook mensen dus in de gevangenis nu. Dat was 10 jaar geleden toen nog eens zo. Nou, 10 jaar geleden zaten er ook mensen in de gevangenis. Ik heb het idee dat er wel meer zijn nu als het Nibud zet dat 2 op de 5 huishoudens niet meer kunnen betalen en betalingsproblemen komen. Bij de zorgkosten hebben we ervoor gezorgd dat de laagste inkomens beter gecompenseerd werden dan vroeger. Want ze hoeven minder te betalen dan 10 jaar geleden. En ik kan weinig dingen opnoemen waar je minder voor betaalt dan 10 jaar geleden. Maar het lijkt wel op of dat u de multinationals en de zorgverzekeringen. En ik heb dan gefilmd op het Binnenhof. Dat is een probleem mee dan? Zegt u? Er is een probleem mee dat ik op het Binnenhof film? Nee, dat is geen probleem meneer. Alleen dat is voor ons een situatie waarvan wij gaan investeren. Dat u bij de ministerraad gaat filmen. Mag ik vragen wat u wilde weten? Ja, dat mag u vragen. Ik wilde weten waarom dat het Nibud heeft gezegd dat 2 op de 5 huishoudens niet meer kunnen betalen. En dat de mensen in de gevangenis komen omdat ze hun zorgverzekering niet kunnen betalen. Dat heb ik gevraagd. Oké, en had ze daar een bevredigend antwoord op of niet? Moment. Mevrouw, even verder waar het zo. Zijn jullie een bedrijf? Advocatenkantoor. Maar het is wel apart natuurlijk, als ik een vraag stel aan de minister, dat ik daarna achter moet doen. Ik ga heel even pen en papier pakken. Ik wil graag even uw naam en nummer. Romeo Hotel, Mike Montoren. Het is natuurlijk wel apart dat als ik een vraag stel aan iemand, dat ik daarna achtervolgd word door de politie. Dat vind ik ook heel vreemd. Wij stellen u ook vragen. Sorry? Wij stellen u ook vragen. Net als u vragen stelt, stellen wij u ook vragen. Ja, inderdaad. Nee, maar ik vind het heel erg interessant, waarom dat ik er achterna gezeten word. Ja, dan vinden we elkaar interessant. Zo. Mag ik even uw naam en nummer en waarom u... Nou, mijn nummer krijgt u, want ik ga nu op camera mijn naam vertellen. Oh, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Uw nummer. 10383. Uw dienstnummer. 10383. En van 10? Jan Hendrikstraat. Jan Hendrikstraat. Dus u heeft een nummer. 10383. Op basis van welke bevoegdheid komt u nou aanbellen? Geen bevoegdheid. Dat is die meneer, daar stel ik vraag. U belt gewoon aan. En waarom vraagt u dan of hij zich wil legitimeren? Dat heb ik niet gevraagd. Ik weet niet wat in de... Oké, vraag ik het zo aan uw collega. Ja, zeker. Ja, dat zit wel. Mag ik uw nummer? 1993. Wie bent u als vraag? 1993. Ja. Is dat relevant? Ja. Mijn naam is Hulleman en ik hou hier kantoor. Stichting RED. Ah, daar. Ja. Advoconcern. Als goed is staat u bij de heer Heij. Is staat niet gesignaleerd. Meneer, bedankt voor uw medewerking. Dank u wel. Voor de rest niets. Ja, ik film niet. Wilt u maar doen voor deze meneer? Ik film niet. Wij zijn klaar. Ik film niet. Je kunt even opzij, anders stap je even opzij. Nee, ga even weg met de camera, ik wil niet naar binnen. Ik film u niet. Ik film u niet, meneer. Ja, maar ik film u niet. Ja, je kunt langs mij hoor, geen probleem.